buiten dat de eigen nummers een beetje een verhaal vertellen op zich. En dus iedereen aan zichzelf een beetje zich er wat bij in te beelden of wat inleving erbij te krijgen, zeg maar, heb ik ook bij de andere nummers, dus de covers eigenlijk heel kort telkens bij de meeste nummers dat ik iets ga vertellen. Ik vind het altijd tof zelf, en zeker voor iedereen die muzikant is, we gaan altijd zoeken van, goh, waarom is dat nummer geschreven? Of wie heeft dat nummer geschreven? En hoe komt hij daarbij dat hij dat nummer schrijft? Het volgende nummer is van Douwe Bob, voor de meeste denk ik ongekend. Als het goed is, zit te zien op de beamer. Hij heeft eigenlijk een Nederlands beste singer-songwriter wedstrijd gewonnen. Zich niet zo bekend, maar zijn vader wel. Dat was Simon Postima. En dat was de muzikant van The Fool. Heeft samengespeeld met de Beatles, Jimi Hendrix. Heeft zelfs kledij ontworpen voor de Beatles. En dat is dan eigenlijk de vader van Douwe Bob. Douwe Bob kreeg als opdracht bij de beste singer-songwriter van een nummer te schrijven op te dragen aan iemand. En dat heeft hij opgedragen aan zijn vader, Simon Postuma. En dat nummer is Multicolored Angels. Thank you.